Hallo, goedemorgen. 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 Heb ik nou een déjà vu of niet? Het is nu nogal iets warmer. Van de vorige keer. Het wordt vandaag 27, 28 graden ergens. 29 hoor ik net. 30 zelfs. Wie biedt meer? Goedemorgen. Nou, dit wordt dus de laatste vlog voor onze vakantie. Als die op tijd online staat. Maar Toverland, we zijn er geen van allen ooit geweest. Jawel? Ik wel. Paco is al in Toverland geweest, nog voordat het er was, zegt hij. Geen idee hoe hij dat in de wei, zeg maar, denk ik dan. Ja. Hij heeft hier in de wei op een tentje gestaan, zeg maar. Nee, ik was hier, toen was alleen nog die loods. Die speelgoedloods, zeg maar. Ja, precies. Nou, die hebben ze nog steeds. Het land van To, weet ik toevallig uit Zeventouwbrouwbron. Echt? Ja, het land van To. Ja, we gaan het sowieso een imagineren zien. Maar daar net achter de kassa's is Troy. Die moeten we natuurlijk wel doen, al is het alleen voor de naam. Ik zit nou nog even te shaken. Ik ga zo mijn gimbal pakken, jongens. En de toilethokjes en nog de gastenservice, geloof ik. Dus we gaan het zien vandaag. Boosterbikes, er zitten al mensen in. Spannend. Toverland. Heel erg benieuwd. Goedemorgen. Ja, wil je nog een platte? Ja, graag. Dankjewel. Nou, daar staat de hele Get Along Gang. Dat maakt hem mooi. En het is een B&M. You can never fail with a B&M. Zo mooi. Pet trekt een gezicht. Ik weet het nog niet. Nee, ik weet het. Ah, dit is wel ook echt gewoon net nieuw, hè, Jus? Dit is Port Laguna, toch? Suus, waar is de kaart? Waar moeten we de kaart hebben eigenlijk? Want we hebben een ingewijde. Dit is het hele Toverland gebeuren, zeg maar. En wij zijn nu hier. Hier zo zijn we. Dit is ook nieuw, toch? Dit is ook nieuw, ja. Maar waar is die papegaai van jou? Ik ben de naam alweer kwijt. Naast het magazijn. Ivy. Het magazijn, toch? Magazijn. Ja, magazijn, ja. Ja. Magazijn. Van de familie Magistrales. Hè? Familie Magistrales. Oh, de familie Magistrales, ja. Ik denk, wat zeg je allemaal, gekke dingen hier? Ik ben een beetje gek. Ja, dat geeft niet, dat houden we van. Hoe gekker, hoe beter. Nooit verontschuldigen voor hoe gek je wel niet bent. En wat vind jij natuurlijk ervan? Ik vind het wel redelijk onder de indruk al, zeg maar. Goedemorgen. Lekker, ik weet niet wat het was, maar het is vast lekker. Winkeltjes ook, ik vind het echt superleuk. Kikker op het spugen. Het magazijn. Ja, moeten
is eigenlijk een soort... Ik mis echt alle belangrijke info ook gewoon nu. Ja. Je mist alles. Echt alles. Echt alles. Ja. Zo mooi. Dus als je op die steen gaat staan, dan gaat er een beetje. Ja, dat zijn die dingen die daar liggen, zeg maar. Die? En die moet je dan hier op die steen gaan staan. Dus. Dat is die. En dan moet je een beweging maken zo. Hier dan binnenkeer staan. En is het alleen een beweging of is het ook met spreuk? Beweging en spreuk. Dus wel, je moet ze eigenlijk wel alle twee doen. Ja, met name beweging. Oké. Okay. Als jij als een cirkel is, dan maak je een vierkantje van de. Nee, ja, precies. Dus ja. Met een moeilijkheidsgraad erin. Ja, een mooie stap. Ja. Ja, je hebt hier een stick. Tweede keer, ja, dat weet ik. Maar het was de tweede keer, zeg maar. Ja, we moeten de jongens hier gewoon even laten staan. Ja, ja. Dat dus. Ja, is leuk. Wat is je inspiratie geweest? Ja, wat is, wat is je inspiratie geweest? Even, gewoon even diepte interview over jouw werk. Ja, we hebben met name met merchandise samen gezeten. Die wilden heel graag van elkaar hebben. En ja, van het een tot het ander. Ja, maar het is toch wel en echt inspiratie. Dat Disney met een poker begon als animatronic. Ja, dat is niet de inspiratie geweest. Ik heb natuurlijk wel naar de papegaaien van Disney gekeken. Ja. Dit is geen Tiki Bird. Nee. En een stuk minder irritant. Mag ik dat zeggen? Dat heb jij mooi gedaan. Ja, daar ben ik blij mee. Dat heb je mooi gedaan. Ik vind hem leuk. Hij ziet er een stuk comfortabeler uit. Ja. Maar daar was de oude ingang dan. Waar gaan we eerst naartoe? Zeg het maar. Jij wil wel in de trooi. Ja, ik moet in de trooi. Ik ben verplicht om de trooi in te gaan. Gaan we in de trooi? Ik hoor net dat ze in de trooi moeten. Ja, we gaan in de trooi. Voel je al thuis? Trooi? Voel je thuis? Nu wel. Ja, nu wel. Zo helemaal jouw habitat. Ja, hè? Dus het is verkeerd geschreven, maar ja, die gaan niet altijd perfect zijn, zeg maar. Alle verschillende manieren. Ja, het. Kijk. Okay. Mijn paard. Dus, dat was Troy. Kijk,
We vonden hem leuk. Jus, jij gaat er nog een keer met Jus toch, of niet? Ja, 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 precies. Ik ga hem gewoon meetrekken. Jus gaat erin. Jij vond hem ook leuk, hè? Ja. Belofte maar stel op, hè, Jus. En Suus? Eén of twee? Wat? Duimpjes. Dat bedoel ik. Twee duimpjes op de meter van Suus. Wat, hey Pat? Pat, waar kom jij vandaan? Waar kom jij vandaan? Ben ik dat? Waar kom jij vandaan? Dat bedoel ik. Het is de Django River, toch? Of niet? Je mag eronder. Dit is gewoon dingen. Ik mag er gewoon onder. Hey. Ja? Je mag er onder. Ja, op je schoenen de rest moet. Ik zeg serieus, dit is zuster. Ik zie niet op te wachten. Zal ik? Zal ik het doen? Of zal ik het niet doen? Dat doet ze het niet. Ja, dat ha? Huh? Ik heb ze, nee, ik heb de mens hier, ik kan het zeggen. En dan kan ik heel erg zeggen van ik had geen verwachtingen, maar ik had het. Het overtreft je verwachtingen die je niet had. Ja. Goed man. Ja. Goed man. Nou, we komen dus net uit, waar is die? Waar is de boosterbike? Daar, hè? Boosterbike is daar. Oh, je hebt daar achter. En dit was hier bovenin. Zit de Django River. Zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik goed. Oké, dat is goed. De wildwaterbaan. Leuk, leuke baan. Niet heel erg nat geworden. Jaden wel. Volgens mij heeft Jaden alles gekregen. Maar even onder record, tot nu toe, ja, echt heel we hebben vet. Nu drie attracties gehad. Ik vind het echt heel vet. Ja, heel he? Mooi park. Vooral mooi. Heel mooi park, vooral mooi, ja. Ja. Diepgaand, het is echt een diepte interview met Justian Knevel van All in One Family. Echt een heel mooi park, met nadruk op mooi. Ik ben niet zo van diepgaand. Ah, dat geeft niet. En jij schat? Ja. Leuk park, mooi park, gezellig park. Heel leuk park. Ja, hè? Nou, dit is dus dit is hal 2. Hier is, zal maar zeggen, het allemaal mee begonnen met deze hallen. En ik heb zojuist uit de interne bron gehoord dat het is een erg Walt Disney-esque verhaal. Dat de directeur van het park met zijn kinderen in een speeltuin was. En ging allemaal prima, allemaal leuk. Het ging regenen. Toen liep iedereen weg uit de speeltuin, zeg maar. En dat is iets van, weet je wat, dat kan ik beter. En die is dus begonnen met een indoor pretpark. En dat is dus Toverland geworden. Ondertussen zijn ze zelf van uitgebreid naar buiten toe. En is het zowel indoor als extern. Goed, trek me. Zelfs mijn koude dingen. Een snackmuur. Grote glijbaan. Hè? Ja. Ja, dat vliegt hem wel. Ik zie jou zo kijken, man. Slagveld. Echt een beetje weg. Gebest, hè? Ja, dat zie jij niet, maar onder de tafel ben ik nog geen ambtenaar. Dat is wel emmer. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Hij komt gewoon naar goede bosje. Oh. Dames en heren, mijn dames en heren, ladies and gentlemen, enjoy Katara, Fountain of Magic. De dwervelwind. Dit is toch wel. Hier heeft Suus zich op zitten verkneukelen al.
Hoe, Suus? Wel, dat die toen ja, maar er was een boom opgevallen, maar hij is weer open, gelukkig. Dus we gaan het zien. Even! Ik blijf wel even wachten op ze. Nou, daar gaan ze hoor. Kijk, ze is maar. Het is film, hè? Beweegt. Was die weer leuk, ja? Ja, overleefd? Ja, goed gekeurd, hè? Echt een mooie... Auw. Oh, het ergste is dus, waarschijnlijk door gezamenlijk gewicht, draaiden wij haast niet. Dat was dus de dwervelwind. Daar heeft Suus zich echt gewoon al wat ik voel lang op zit te verheugen. En hij is leuk. Hij is gewoon, gewoon een leuke spinning. Leuke muziek ook. En we gaan nu eigenlijk langzaam onderweg naar Merlin's quest. Dus hij staat op selfie modus. Dus staat er eentje te dansen aan de andere kant van de camera. Maar hoe heet dat? Merlin's quest en de Phoenix. In Avalon. Vergeet me als ik het verkeerd zeg. Dus ook daarvoor zijn we benieuwd. Tot nu toe, het park is niet heel erg groot. Maar het is echt wel super. Het is echt wel gewoon leuk voor heel het gezin. Klaar. Het is niet alleen voor de hele kleinste. Dat, die sfeer hangt er een beetje bij heel veel mensen. Dat ze denken van joh, dat, het is alleen maar voor kleine kinderen. Het is alleen maar een binnenspeeltuin. Nee, het is echt gewoon een volwaardig. Ja, themapark durf ik wel te zeggen. Niet zomaar een pretpark, echt een themapark. Dus aanradertje. We gaan kijken of we bij de Phoenix kunnen komen. We komen dus net uit dit apparaat, de Phoenix. De eerste wingcoaster van in ieder geval de Benelux. Sowieso van Nederland. Super, super, super tof. Niks op aan te merken, wat een kikker achtbaan is dit. We zijn wel links en rechts gedaan. Wat is jouw voorkeur? Links. Links? Ja, jij rechts. Ik ben voor rechts. Ja. Suus, links of rechts? Wij zijn echt weer meer van de rechtervleugel, want eigenlijk heb je daar die helix, hè? En dan ga je scheren vlak langs de grond, wat echt wel gewoon super, super tof is. We gaan nou kijken bij Merlin's iets, bootjes, dingen. Dat is hier. Ziet er gezellig uit. Nou, we gaan... Wat is deze? Merlin's Quest. Nee, we gaan met de bootjes. Ja, maar die bootjes heten Merlin's Quest, Jaden. Ja. Maar dat is piratenbootje. Piratenbootje? Ga je trapje, lieverd. Maar ik ben een piraat. Ja, dat is een En die Phoenix, joh? Ja. Ja.
Oeh, beetje doorvaren. Ja, dan gaan we precies. Ik ken parken die 3 jaar over een nieuw parkdeel doen. En nog niet zeker is wanneer het open gaat. Nee, dit bedoel ik dus inderdaad met dat Hobbit. Het lijkt op Hobbit. Ja. Beetje de Shire. Dat is een restaurant. Super leuk. Dat zijn. Dat gaan we net niet redden, denk ik. Bij mij? Naast de stukje afscheid voor Dagina, het entreegebied, maar ook exitgebied, zeg maar. Echt super, super.
superleuk. Heb je hem erbij gezet? Ja. Heb je ook die Magic Band van Patrick die zo heel subtiel gevraagd heeft? Ja. Ik heb nog eventjes om het subtiele dingen door te gaan. Ja. Ja, nog mensen. Ik zal er even nadenken. Ja, je weet ons te vinden, dus zolang het geen grote... Je zegt van, ja, ze hebben een 1 op 2... Ja, precies. Ze hebben een 1 op 2 Hogwarts Castle. Kan je die... Maar Suus. Wat vind je ervan? Waarom ben je zo donker? Kan ik jou niet lichter krijgen? Ja, natuurlijk. Het licht is uit. Yeah. Nou, stop. Twee duimpjes, ja. Likken. Het oogt ook echt mediterraan, zeg maar. Kom met zonnetje. Ja, dat is het. Ja. Als de zon niet schijnt, dan is het gewoon... Oh, winkeltje. Oh. Winkeltje. Wat deed je nou? Wil je nog kijken voor iets of ze je magneet hebben toevallig? Hebben ze je magneet? Ja. Ja. Nee, de Toverland met Boek. Zou ik even achter zijn dingen opnemen? Dat weet je. Nu kijken. Hij trekt erbij. Nou, we zijn inmiddels alweer dikke uur onderweg naar huis, denk ik. Dat heb ik maar even overgenomen. Ik heb hem heel even overgenomen, want Suus weet niet wat ze moet zeggen. Dit was hoe zeg. Geen idee. Dus we gaan even op z'n Rotterdams. Mag ja. Maar dankjewel weer voor het kijken naar Toy TV. Hallo, wat vonden we van het park, jongens? Gaan we niet even zeggen van was het leuk? Was het gezellig? Hebben we het leuk gehad? Het was heel erg leuk. Je geeft van die telefoon in zijn handen, hè, maar echt. Dat gaat flikkeren. Letterlijk. En figuurlijk. Nou, we vonden het park echt super leuk. Waarom is het niet scherp? Ja, dat trekt mezelf wel weer bij. Echt heel erg leuk. Ik had wel een beetje gedacht van joh, het is al leuker dan we er oorspronkelijk van verwachten. Maar het is leuker. Ik vond het leuker dan wat ik verwacht had. Ja, dat is ook echt een park om zeker een keer naar terug te gaan. Leuke coasters, leuke dingen voor de familie. Zeker weten. En als je er nog nooit bent geweest, ga er een keer heen. Ga het doen. Echt leuk. Dus bij deze. Ja, dit was de laatste vlog vanuit Nederland. Oh jee. De volgende video die jullie te zien krijgen zal vanuit Florida zijn. Dus gewoon blijven volgen. Want wij gaan het mooie weer achterna, zeg maar. Wij gaan helaas niet mee hoor, wacht maar waar. Nicky hebben begeleiding gehad van huis. De Imagineer van Toverland. Dus Nicky, Poppy was gezellig. En bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende. Doei.